Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een soort nieuwjaarsspecial, jaarlijkse nieuwjaarsspecial waar ik terugblik naar 2014 en vooruitkijk naar 2015. Dit jaar is ook in 2014 The Binding of Isaac Rebirth uitgekomen, een remake van The Binding of Isaac, supergoeie game, veel leuker dan The Binding of Isaac, maar ik vind het leuk traditiegewijs om één keer per jaar nog The Binding of Isaac te spelen. Rebirth is gewoon zo'n goede game dat eigenlijk wil je Isaac gewoon niet meer spelen, want Rebirth is toch veel leuker, maar vandaag wel. Ik ben wel gewoon Isaac. Lekker makkelijk. Ik wil eigenlijk één dingetje meteen even aan het puntje aan het begin aanstippen. De eerste deel van de video zal ik voornamelijk terugkijken naar 2014. En een belangrijk deel van 2014 voor mij, en zoals heel veel van jullie weten, is natuurlijk het overlijden van mijn vader. Voor de mensen die dat niet weten, ze zullen er vast zijn. Mijn vader is overleden aan een verkeersongeluk. Ik vind het heel moeilijk om het niet heel droog te zeggen, heel gevoelloos. Ik weet niet, ik heb ook geen zin om een huil uit te barsten. Dus dan weet je dat. En ik vind het wel iets benoemenswaardig voor mijn 2014, want het heeft natuurlijk een heel groot deel van mijn 2014 gewoon verpest. Oh, Ipperkerk, dat maakt wel een hele interessante run meteen. Alleen, ik vind het ook zo raar om er helemaal niks over te zeggen. Ik wil hier een blije video van maken en ik heb al meerdere video's op YouTube staan waar ik praat over het hele gebeuren. Rondom het overlijden van mijn vader, hoe ik daarbij voel en hoe ik daarmee omga. Als je dat wil zien, als je op papa zoekt, dan vind je dat wel. Ik vond het zeker belangrijk om even op te noemen. Voor 2014. Ja, anders is het zo van, oh ja, ik ben mijn overleden vader vergeten. Zo komt het dan een beetje over, weet je. Oh, dat duurt niet. Alleen, ik heb ook geen zin om er de hele video over te praten. Niet omdat het niet belangrijk is. Het is belangrijk, maar ik wil er een positieve video van maken. Ik wil niet nog een video van, hey, kijk mij eens even flink zielig zijn. Dus daarom, ik heb het nu aangesneden. We doen gewoon even alsof het niet in 2014 gebeurd is, maar in 2000, kutste jaar ooit. En dan gaan we nu gewoon verder met de rest van mijn 2014. Eigenlijk, behalve wat ik het net noemde, eigenlijk na, had ik best een goed 2014. Het is dat erbij zat, anders had ik echt gewoon een heel goed jaar gehad. Maar dat ene verpest eigenlijk gewoon je hele jaar. Nu is 2014 gewoon een kutjaar. Maar behalve dat, heel veel dingen, heel veel veranderingen. Ik ben natuurlijk, begin van 2014 zat ik gewoon nog in 6 VWO. Heb mijn examens gehaald, sowieso is heel belangrijk. Ik ben natuurlijk 6 jaar lang op school en toen werd ik naar je examens. Ik heb al mijn examens gedaan. Geen herexamens. Ja, ik heb één herexamen gedaan voor scheikunde, maar ik een hoger cijfer wilde. Hogere cijfer heb ik niet gehaald. Dus ja, dat is natuurlijk al heel veel verandering. Je gaat studeren. In de video van vorig jaar, die heette dus 2013 en 2014. Slap gelul over 2013 en 2014 heet die. Toen zei ik nog van ja, dan ga ik waarschijnlijk scheikunde studeren. En dan in Utrecht en dan ga ik op kamers. Nou, je ziet, ik ben momenteel nog steeds niet op kamers. Waarom niet? Ik denk dat het overlijden van mijn vader wel een rol in heeft gespeeld. Dat ik sowieso heb van, ik blijf lekker hier bij mijn moeder thuis wonen. Deels. Maar ook gewoon een deel van, mijn computer staat hier. Ik ben heel erg bang dat als ik op kamers ga, dat mijn YouTube een beetje geblokkeerd wordt. Omdat op kamers, kijk, meestal is een heel klein hok toegewezen. Naast allemaal andere van die kleine hokjes. En ik heb het gevoel dat mijn buren, met meestal van die dunne muren, het niet zo kunnen waarderen als ik YouTube video's aan het blaren ben. Waardoor ik dus geen video's zou kunnen maken. Ik zal als de dood zijn dat ik eenmaal op kamers ga. En dat ik door geluidsoverlast redenen zijn maar geen video's kan maken. Dat zou ik heel kut vinden. Dus als ik op kamers ga, dan wordt het eigenlijk al gauw een soort van concept waar ik met meerdere mensen op kamers ga. Het liefst YouTubers. Dus ja, dat is ook een reden waarom ik het eigenlijk gewoon even lekker een jaartje heb uitgesteld. Voor de rest, het reizen is best wel te doen. Ik moet nu naar Amsterdam, dus in plaats van Utrecht, waar ik eigenlijk heen wilde. En dat is maar ja, ongeveer 1,5 uur reizen en dan nog een kwartiertje fietsen. Het is gewoon te doen. Ik hou het vol momenteel. Ik zit gewoon een beetje in de trein, een beetje op mobiel te twitteren. En dat soort dingen. Dus het, ja, ik heb geen reden om eigenlijk echt heel graag op kamers te wonen momenteel. Ik ga het sowieso doen, uiteindelijk ergens op mijn studie. Super chill. Maar ik moet gewoon nog heel erg kijken hoe en wat precies. Neem ik deze gast? Ik wil deze gast eigenlijk helemaal niet. Ik kan beter nog even wachten en hem zo meteen rollen. Dus ja, ik woon niet op kamers. Maar het is gewoon goed zo momenteel. Ik ben wel begonnen aan mijn opleiding, scheikunde. Dat gaat super goed. Maar ik denk dat het lijkt me logischer om te beginnen bij het begin van mijn 2014. En het begin is eigenlijk grotendeels gewoon super saai. Ik zat nog in 6 VWO. 6 VWO is eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebeurd. Nee. Ik bedoel, je zit al... Daarvoor zat ik ook al 5 jaar op de middelbare. Op een gegeven moment went alles wel. Dan merk je ook echt dat je de middelbare gewoon zat bent. Als je in 6 VWO zit, dan merkte ik zelf in ieder geval dat ik helemaal klaar was met de middelbare school. Sommige dingen. Dan opeens ben je een stuk makkelijker met verzuim. Vooral school was helemaal kapot. Het systeem was gewoon verrot. Want daar hadden we een systeem waar, zeg maar, als je te laat kwam, voor bijvoorbeeld de derde keer, moest je 2 uur vegen. Dan kwam je nog een keer te laat, weer 2 uur vegen. Iedere keer als je te laat kwam, moest je gewoon 2 uur vegen zo'n beetje. Op een gegeven moment werd er 3 uur brief naar je ouders, et cetera, et cetera. Terwijl als je
afwezig was, kon je dan een briefje opschrijven. Ja, Rick is ziek. Groetjes zijn moeder. Doei. Echt waar. Kom gewoon. Had je helemaal niks. Ze doen echt totaal niet de moeite om te kijken of het echt geschreven is door je moeder. En al bellen ze naar huis, dan is je moeder een keer boos. Hoef je dus nog niet 2 uur te vegen. Dus op een gegeven moment was het gewoon, ah shit. Ik moet over 10 minuten op school zijn. Dat ga ik nooit halen op de fiets. Dan kom ik te laat, moet ik 2 uur vegen. Nou, dan blijf ik nog 30 minuten thuis. Dat is wat school heeft uitgelokt. Dankjewel school. Nee, dat is echt waar het naartoe ging. Gewoon omdat het systeem zo kut was. Ja, voor de rest, ik ben eigenlijk in mijn hele schoolcarrière doorheen gewandeld. Dan zeggen ze ieder schooljaar van, ja, dit schooljaar moet je wel echt je best doen hoor, voor je examens en hoe, dit wordt moeilijker dan vorig jaar. Ik heb er dus eigenlijk helemaal niks van gemerkt, mijn hele schoolcarrière. Oeh, de pact, meer damage, waarom deel ik dat eigenlijk? Oh, ik krijg wel 2 dingetjes, ja. In principe is de pact niet heel handig met Ipecac, maar dat maakt niet uit, het is gewoon goed zo. We zijn een cool mannetje nu. Dus ja, eigenlijk heb ik best wel een raar schooljaar gehad. Niet heel veel gedaan. Net zoals al mijn jaren VWO. Ik heb niet bijster veel gedaan. Ik weet niet of het is dat ik een van de supergenie ben. Ik weet het niet. Of doet iedereen gewoon zo weinig? Dat weet je niet. Want ik ben niet heel veel van het studeren met anderen. Dus ik weet niet of ik meer heb gedaan dan anderen of juist veel minder. Wat ik gewoon deed was, als ik een volgende dag een toets had, keihard leren. En de rest hoorde je niet van mij. Gewoon, oh, morgen toets, keihard leren. En voor de rest niks. En op de universiteit zeiden ze ook van, ja, als je zo iemand was op VWO, dan ga je het nu niet halen. Ik doe nog steeds precies hetzelfde. Morgen in de tentamen, keihard leren. Alleen op de opleiding die ik momenteel doe, moet dan iedere keer verplicht naar bepaalde colleges toe. Anders haal je het niet. Momenteel zijn we dus nog, we begonnen met z'n 80'en. En ze weten dat bij scheikunde is de uitval heel hoog. Heel veel mensen kappen ermee halverwege het jaar. Omdat ze bijvoorbeeld kutcijfers halen. Denk ze, ja, oké, kap mee, wordt helemaal niks zo. En om die mensen een beetje goed te houden, zeggen ze, nou, je moet verplicht 80% van deze lessen volgen, anders haal je het sowieso niet. Dus komen veel mensen naar die lessen toe, waaronder ik, want ja, anders haal je het sowieso niet. En als je naar al die lessen komt, heel handig genoeg, als je naar die lessen komt, hoe ga ik het uitleggen? Ja, dan heb je gewoon al bezit je al een heel groot deel van de kennis. Ik kom daar en hé, dit weet ik, en dat weet ik, en bam, bam, bam. Waardoor het, als je eenmaal een boek open doet, dan is het, oh, dit weet ik, dit weet ik, dit weet ik. Puur omdat ze die verplichte aanwezigheid hebben. Dus dat helpt me best wel in je voordeel. Ik ben net al hier geweest, neem ik aan. Ja, oké dan. Oké dan. Maar ja, momenteel zijn er echt al meer dan 20 mensen van de 80 uitgevallen. Scheikunde is een superkleine opleiding. Als je denkt aan de psychologie, dan kun je best met 1000 man zijn. Dan heb je gewoon 5 losse colleges. Alle colleges van scheikunde worden gewoon aan alle studenten scheikunde in 1 keer gegeven. En de helft is er niet eens. Heel veel colleges, dat is super chill. Heel veel scholen nemen ze de lessen, nemen ze op. Voor internet. Kun je gewoon, als je niet bij een college bent, kun je gewoon op internet terugzien. Scheikunde is dusdanig klein, dat ze gewoon niet de moeite willen doen om het op te nemen. Dat is echt balen. Ik kan niet, soms moet ik dus naar school voor 1 lesje van 2 uur. Dan ben ik gewoon 4 uur aan het reizen. Omdat ze het niet op willen nemen. Sommige boeven dat ze zijn. Maar ja, genoeg over mijn opleiding en zo. Daar heb ik ook een hele vlog over op mijn kanaal Serpent Science. Waar ik echt meer science video's op moet maken. Maar momenteel ben ik dus vooral bezig met de vlogs van mijn studie. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik ben dit jaar begonnen met mijn studie. En daarom is het ook best wel belangrijk iets om op te noemen, denk ik. Voor de rest was 2014 een bijna kotsvrij jaar. Woe! Waarom pakte ik dat item? Dat is niet handig. Oh, ik kan wel het sleuteltje pakken nu. Het betekent dus dat ik heel 2014 bijna niet gekotst heb om drankredenen. Ik heb 1 keer gekotst. In het bos. Leuk verhaal, ik chillde vaak met mijn homies in het bos. En toen was het zo van, hé, als we zo vaak in het bos zitten en iedere keer op het mos zitten, dat klinkt mooi, mooi poëtisch. Kunnen we nou niet gewoon een bank in het bos neerzetten? En zo geschiedde het, we zijn aan de rattenplan gegaan, dat is de kringloopwinkel hier. Hebben we een bank gekocht voor iets van 50 euro, gesplit met z'n drieën. En die bank hebben we helemaal op zo'n trolley ding echt meer dan 5 kilometer meegenomen naar het bos. Dat is een van de beste ideeën die we ooit hebben gehad. Damage omhoog, wat ik echt totaal niet nodig heb met Ipecac, maar dat maakt niet uit. Wij hebben een bank in het bos geplaatst. En op de bankie een meerdere malen gechilled. En buiten steken ze vuurwerk af. Het is heel schattig. Toen flink over mijn nek gegaan. Dat was jammer, want ik was al zo lang kotsvrij. In 2013 heb ik echt meerdere keren flink lopen kotsen. Dat was eigenlijk meer 2012, denk ik nog. 2012 dat ik echt voor het eerst kon drinken en zo. Echt een paar keer flink te ver gegaan. Dat is goed, want daar leer je van. Als je helemaal een paar keer flink te veel drank hebt gedronken, dan weet je waar je grenzen liggen. En sindsdien kots ik eigenlijk nooit meer van drank. Dan weet ik gewoon, hé, ik heb nu genoeg drank op. Als ik nu verder ga denken, kots ik alles onder. Dat is niet... Oh nee, wat? Ik heb dit jaar wel gekotst. Oh nee! Ik heb wel gekotst van de drank nog, behalve dat keer in het bos. De keer in het bos zou nog best 2013 geweest kunnen zijn. Maar 2014 heb ik zeker wel gekotst. We waren op een verkleedfeest.
met Halloween. Ik was Macklemore. Ik was verkleed als Macklemore. En dat was sowieso vet cool. Geen idee waarom ik als Macklemore was. Oh ja, ik had natuurlijk ooit voor Rick's avontuur heb ik ooit een thriftshop jas gekocht. En ik dacht, weet je wel, als ik die jas nog heb, kan ik net zo goed als Macklemore gaan. En toen ging ik als Macklemore. En dat was superleuk. En er waren allemaal van die leuke dametjes daar. En ik had het gevoel dat ik wel lekker ging met een van die dametjes. Zo van, oh, leuk. Weet je wel, straks vraag ik even de nummertje. Gaat helemaal goed, lekkere hossel. En toen opeens ging ik over mijn nek. Het was erg minder. We waren lekker aan het praten. Opeens was zo van, hey, helemaal kots. Tip van de dag. Als je chickies wil hosselen, niet kotsen. Ja, dat ging best minder. Dat was dus met Halloween. Halloween. Nou ja, toen dat ging niet helemaal goed. In ieder geval, toch was rond Halloween ergens daar. Want het was een verkleedfeest. Ja, dat was dus niet zo fantastisch eigenlijk. Dus ja, ik had een goede indruk achtergelaten in ieder geval. Kotsen is een goede indruk. Meisjes zijn er dol op. Ze geven het alleen niet toe. Dat is gewoon zo'n typisch vrouwendingetje. Maar ja, goede indruk achtergelaten dus met Halloween. Er stond nog wel gekotst. Tip van de dag nog steeds. Nog een keer, kots niet. Drink veilig. Drink veilig. Eet niet te veel. Wat? Wil je mondje open, boef? Boef. Boefie. Zo dan. Pam. Explosieve. Pam. Boom, je bent dood. Ga eens open. Boef. Deze dingen zijn echt super irritant aan het doen. Maar dat had je misschien al gezien. Live op camera. Bam, jij bent ook dood. Yeah. Dit sleuteltje is de mijne. We gaan even de schatkamer in. Hallo, schatkamer. Oeh. Dat is helemaal niet handig. Dan kun je in één keer door de muren heen lopen. Wat in principe handig is. En aan de andere kant, ik heb toch al bommen. Dus we kunnen beter rollen voor deze man. De Forever Alone Attack Fly. Die is best wel handig. Vooral omdat ik... Als er mannetjes heel dicht achter me aan zitten, kan ik ze niet goed wegschieten. Want deze bommetjes kunnen ook mezelf pijn doen met explosies. Dus dat helpt best wel goed dan eigenlijk, dat vliegje. Nou ja, weinig gekotst. En ook niet heel veel interessante feesten gehad of zo. Dat je denkt van, wauw, dat was echt super interessant. DDG kerstfeest was natuurlijk super leuk. Maar er was ook een DDG zomerfeest. En dat was kut. Dat was echt... Ik ben op 3 feestjes geweest met David. Eentje heb ik de laatste trein teruggepakt. Dat was eigenlijk nog gewoon de beste. Dat ik gewoon lekker thuis kom, lekker slapen. Best relaxed. Die in de zomer niet. Toen heb ik, was het plan de eerste trein terugpakken. Toen heb ik daar geslapen, bovenop zolder. Waar ook een soort van opname studio ding was. In een slaapzak met Joris. Van Just Joris. En het was zo heet. Ik heb gewoon 3 uur lang liggen zweten in die slaapzak. Op een gegeven moment ben ik maar gewoon naar beneden gegaan. En ik dacht, ja jongens, doei, ik heb het gehad. Nee, ik ging niet weg. Alleen toen ben ik maar weer gestopt met slapen, zeg maar. Toen voelde ik me kut, joh. Zo lang heb geprobeerd te slapen, dan voel je je niet beter op. Maar ja, dat is wel interessante feestjes die ik heb gehad. Andere feestjes gehad die vet interessant waren. Natuurlijk ben ik Gamescom geweest, ieder jaar weer met Banjotown. Hopelijk volgend jaar weer met Banjotown en Gamescom. Denken jullie, oeh, gaat er iets gebeuren met Banjotown? Ik mag mij daar natuurlijk nog niet te veel over uitlaten, maar... Het plan is wel dat Banjotown weer terugkomt, een soort van achtig. Ik zeg voor de rest helemaal niks. Ik hou mijn bek alweer, doei! Het plan is er. Het is een plan. Oh ja, 2014 is ook het jaar waar heel veel reisjes door mijn neus zijn geboord. Iets waarvan ik... Kut. Ik mocht namelijk naar Amerika toe. Naar L.A. Alleen dat ging niet door. Want ik had examens, tentamens. En ja, dan zie je toch zo'n typisch school boven YouTube. Dat was 20% van mijn cijfer. Als ik daar niet heen ging, dan kon ik dat cijfer eigenlijk wel schudden. En dat is één van de studiepunten die ik momenteel heb. Ik heb momenteel pas 9 studiepunten. Mijn tentamens moeten nog nagekeken worden. Daardoor kan ik er... 9 bij krijgen. En dan heb ik nog een practicum, dat is bijna af. En dan heb ik er nog eens 6 bij. Ik heb in ieder geval momenteel 9 studiepunten. En 6 daarvan staan dankzij het feit dat ik niet naar LA ben gegaan. Anders moest ik volgend jaar dat hele vak opnieuw doen. Had ik niet zo heel veel zin in, want dat was echt het eerste vak van veel punten die ik had. Dus ja, LA is me door mijn neus geboord, eigenlijk. Toen is Jury maar gegaan, want ja, ik kon niet. Het idee was eigenlijk dat ik met Jury zou gaan. Maar ja, dat is dan weer zonde. Ik heb nog helemaal een paspoort aangevraagd, veel op mijn geld toen. Zodat ik Amerika in kon gaan, want ik had nog geen paspoort. Want ik was natuurlijk. 18 of 19 toen. Oh, dat bommetje ging gewoon uit het beeld. Daar is hij weer. Dus ja, balen was dat. Flink balen. Kan je je wel voorstellen. Hallo Piep. Is me ook nog eens een reisje naar Engeland op mijn neus geboord. 3 keer raden wie daarin ging. Ook weer Juri. Zo stom. Zo stom. Voor de rest heb ik in 2014 best wel grenzen verlegd. AKA, ik verwijs je door naar de Far Cry Face Your Fears video. Waar ik een koeienoog heb gegeten. Levende maden, ben onder stroom gezet. Daar kan ik best wel tof naar terugkijken. Dat is het leuke aan, toen ik daar was, dacht ik ook van ja.
Het is misschien niet super leuk om te doen momenteel. Maar 1. Mijn kijkers vinden mij een fucking baas. 2. Deze beelden zijn fucking cool. Ik kan altijd nog aan mijn kleinkinderen laten zien. Hier werd was opa een koeienoog aan het eten. En hier werd hij onder stroom gezet. En hier werd hij achtervolgd door een politiehond. Die hond heette trouwens Steen. Wat ik heel leuk vond. Want het is echt zo'n hele woeste. Ik bijt je kop eraf hond. En dan heet hij ook nog eens Steen. Dat vond ik toepasselijk. Vond ik toepasselijk schattig. Dus ja. Belangrijk deel van mijn 2014. Maar ja, 2014 is dus nog steeds, zoals ik aan het begin al zei, een jaar van de verandering. Dat zeggen ze altijd. Het is een jaar van de verandering. Ieder jaar is een jaar waar veel veranderd is. Het is gewoon, dat is echt ieder jaar. Nooit een keer, oh, dit jaar was echt vet stabiel. Nee, joh, ieder jaar is verandering. Maar voor mij erg veel. Ik ben van studie gewisseld. Ik ben van vriendin gewisseld. Dat klinkt heel fout en slecht. En wow, grote boom! Ik weet niet of jullie dat hoorden. Nee, het is wel zo. Ik had aan het begin van 2014 een vriendin. Toen ging het uit. En nu heb ik een andere vriendin. Dat klinkt heel... Hey, ik heb geen vriendin. We hebben een vriendin zijn. Ja, oké, is goed. Ik weet niet, dit kun je gewoon niet leuk zeggen als je mij bent. Sommige dingen klinken altijd lullig uit mijn mond. Ik bedoel het hartstikke lief. Naar een van de twee misschien? Naar allebei? Ik weet niet. Ik heb geen idee. Ik heb in ieder geval een hele leuke nieuwe vriendin. Een nieuwe vriendin klinkt ook weer zo raar. Maar ze is geen oude vriendin. Dus is ze dan een middelbare leeftijd vriendin? Wat? Ik stop alweer. Ja, het hoort ook bij 2014. Hoor ook bij 2014. En nee, ze komt niet van het Halloween kotsfeestje af. Voor het geval je dat afvroeg, die keer dat je alles hebt ondergekotst bij Halloween. Nee, ik heb er niet onder gekotst. En daarna gevraagd of ze mijn vriendinnetje wilde zijn. Voor de rest, dat heb ik nog meer gedaan echt qua super coole dingen. Qua YouTube was 2014 best een tegenvallend jaar. Kan ik je vertellen. Ik heb nog even naar mijn analytics gekeken, weet je wel. Mijn kijkcijfertjes en zo. Echt, ik wil mij ook niet klagen hoor. Alleen als je het vergelijkt met het jaar daarvoor, was het gewoon echt bagger. Ik heb 20.000 abonnees erbij gehaald. Wat in principe voor gaming, als je kijkt naar andere kanalen, best weinig is. Maar in mij hoor je niet klaar, hoor. Ik ben hartstikke blij. Qua views ben ik wel dik gestegen in vergelijking met het jaar erop. Alleen qua kijkers heb ik serieus in 2013 meer abonnees erbij gekregen dan 2014. Best logisch natuurlijk, als je weet waarom. Het heeft natuurlijk te maken met Banjotown dat gestopt is. Tenminste gestopt, dat ligt stil. Omdat Banjotown stil is, ik kreeg mijn abonnees eerst heel veel via Banjotown. En dat is er nu niet. En nu krijg ik geen abonnees. Want ik kan abonnees moeten er ergens vandaan komen. Mensen moeten jouw kanaal zien. En daarheen gaan. En dan je video's leuk vinden. En er is momenteel geen platform waarop mensen mijn video's zien. Behalve mijn eigen kanaal. Ik doe geen gastrol bij een ander YouTube kanaal ofzo. Wat in principe wel aan te raden is. Ik zou eigenlijk weer een gastrol moeten doen bij een kanaal. Of gewoon meer video's samen met andere YouTubers moeten maken. Maar ik heb gewoon de tijd er niet voor. 2 video's per dag uploaden op mijn eigen kanaal is al super moeilijk. En om ook nog eens dingen met andere YouTubers te gaan doen. Ik heb er momenteel gewoon de tijd niet voor. En dat is super jammer. Want het is best wel chill om wat samen te werken, zodat je allebei wat nieuwe kijkers kunt krijgen en leuke video's kan maken. En ik heb er gewoon echt de tijd niet voor. Dus in 2014 heb ik ook pittig weinig dingen met andere YouTubers samen gedaan. En daardoor ook best wel weinig gegroeid eigenlijk. Dus ja, best wel een eigen schuld, dikke bult, daar niet van. Maar ja, het is wel jammer natuurlijk. Om te zien dat je kijkers niet echt groeien. Ik heb de droom 100.000 te halen, maar ja, met dit tempo. Vooral afgelopen maanden, op begin van 2014 ging het gewoon nog goed. Maar momenteel ga ik echt met minder dan 1000 abonnees per maand. En dat is gewoon jammer. Want als je dan de 100.000 wil halen, dan ben ik gewoon nog meerdere jaren bezig. Terwijl het lijkt juist een target die ik in dit jaar, volgend jaar sowieso ga halen. Alleen als je dan denkt, hoor, dat ik maar 1000 per maand erbij krijg, gaat dat hem helemaal niet worden. Maar ja, het is in principe niet erg hoor. Het ligt ook deels aan mij. Ik kan er best wat aan doen, maar ik heb het gewoon super druk. En abonnees zijn ook niet alles. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik gewoon video's kan maken die ik leuk vind. Ik kan zo meer abonnees halen door gewoon video's te maken waar ik zelf niet tevreden over ben. Ik kan gewoon iedere dag 5 Minecraft minigames video's maken. Dingen worden fucking veel bekeken. Of ik er veel abonnees mee bij krijg is dan maar de vraag. Maar ze worden wel fucking veel bekeken. Al dat YouTube geld. Ik maak liever gewoon video's die ik zelf leuk vind. Zoals dat ik nu een Binding of Isaac oudjaars video maak. Waarom? Ik had ook een Minecraft oudjaars video kunnen maken. Of waarschijnlijk 3 keer zoveel bekeken. Daar heb ik gewoon geen zin in. Heb ik gewoon geen zin in. Snap je? En dat is toch het belangrijkste op YouTube. Wat ik nog steeds heb. Ik ben gewoon altijd mezelf. Ik doe altijd nog steeds gewoon de dingen die ik zelf leuk vind. Nou wil ik trouwens niet meteen claimen dat alles wat van Minecraft is kut is. Ik vind de Minecraft video's die ik maak vind ik ook gewoon leuk. En maak ik ook gewoon met plezier. Alleen ik had nu gewoon zin om een Binding of Isaac oudjaars video te maken. Dus doe ik dat ook gewoon. Er zijn ook YouTubers die zeggen, ja, ik vind deze game, deze serie heel leuk. Maar jullie kijken er niet naar. Dus stop ik ermee. En dat vind je gewoon niet op mijn kanaal. Een serie stopt niet. Omdat het niet meer bekeken wordt. Een serie stopt omdat ik er geen zin meer in heb. Omdat de game opeens kut doet, bijvoorbeeld. Omdat ik vast zit. Of gewoon geen zin om het te uploaden. Ja, daarom stop ik de series bij mij. En dat is het belangrijkste. En daarom, sommige mensen zijn ook helemaal verbaasd toen ik vandaag zei dat bij mij sowieso school voor mijn YouTube gaat. Dat is zeldzaam. Er zijn echt
weinig YouTubers die een universitaire opleiding doen. Ze zijn zeldzaam. We zijn een soort van bedreigde diersoort. De meeste YouTubers die doen gewoon, hey, ik word momenteel best vaak bekeken. Ik denk dat ik dit gewoon de rest van mijn leven doe, doei. Daar is het echt totaal niet over nagedacht. Dat is zonde. Zonde? Echt hoor, je kan YouTube niet de rest van je leven doen. Of je moet godverdomme veel views hebben. Ik ga brimstone kopen, ben benieuwd wat gaat gebeuren namelijk. Ik ben heel benieuwd. Zou ik nu de brimstone krijgen? Ja, ik heb brimstone hoor. Met Ipperkerk zal dit waarschijnlijk de ziekste damage ooit zijn. Dus dan weet je dat eventjes. Waarschijnlijk hebben we nu de ziekste damage ooit met iets meer controle. Dus dat is wel fijn. Ja, gewoon lekker veel controle jongens. Alleen jammer dat we nu geen muren meer open kunnen maken. Ja, ik vind... Zoals ik in ieder geval wil zeggen, het aantal YouTubers dat een universitaire studie doet, is laag. Ik weet dat Wouter, onze Wouter van Dodo Games, die doet iets met economie, dat weet ik. Maar daar houdt het ook wel weer op. Voor de rest zijn er misschien wat YouTubers die een MBO doen en iets, maar... de echt hoogopgeleide YouTubers, om het zo te zeggen, die zijn zeldzaam. Je hebt ze natuurlijk wel. Alleen, niet zeg maar de grote, er zijn weinig grote YouTubers die momenteel nog aan het studeren zijn, zeg maar. Die zijn allemaal al gekapt. Ja, voor mij doet Colin trouwens ook nog iets. Doet iets van een HBO nog iets. Zeg maar alles hoger dan HBO, dan vind ik dat je als YouTuber goed bezig bent. Dan moet je gewoon lekker je ding doen. Maar ja, die zijn dus ook zeldzaam. En ik dacht, ik geef toch een keer het goede voorbeeld. Er zijn gewoon nu mensen die denken, oh, ik wil net worden als een Enzo Knol. Dit is niet negatief bedoeld of zo hoor. Dit is even niks negatiefs naar Enzo. Maar er zijn dus mensen die denken, hey, laat ik ook gewoon YouTube video's maken. Waarom zou ik nog mijn best doen op school? Ik ga gewoon lekker vloggen en dan word ik vet bekend en word ik miljoenen keren bekeken. Doei. Dat is slecht. Ik heb liever dat mensen dan, het klinkt heel slecht, naar mij opkijken. Zeggen, hey, ik ga net als Rick een goede opleiding doen. En daarbij maak ik YouTube video's, omdat ik dat fucking leuk vind. Ik heb het gevoel dat YouTubers zijn natuurlijk een beetje rolmodellen, net zoals bekende Nederlanders. Mensen kijken er naar op. Alleen, de meeste van ons YouTubers moet je helemaal niet naar opkijken. We zijn gewoon een stel sukkels die heel toevallig het geluk hebben dat we gevonden dat we een soort van bekendheid op internet hebben. Echt hoor, je wil de meeste YouTubers moet je niet als rolmodel gaan hebben, want dan ga je waarschijnlijk gewoon dood aan AIDS. Dat is geen grapje, dat is gewoon waar. Oké, we gooien even nog wat troep in deze bloedmachine. Lekker geld, lekker geld, lekker geld, lekker geld, lekker geld, lekker geld, lekker geld. Ondertussen zijn we 22 minuten aan het lullen over mijn 2014. Misschien wordt het tijd om zo meteen te gaan lullen over mijn 2015, waar ik vet weinig over weet. Dus het wordt super interessant. Nee, ik heb echt geen idee wat ik wil vertellen over mijn 2015, om eerlijk te zijn. Misschien ga ik 2015 op kamers. Dat zou super tof zijn. Op kamers gaan is relaxed. Toch? Ja hoor. Het is gewoon wel relaxed. Ik woon nu al een beetje half op kamers. Nee, dat valt eigenlijk wel weer. Mijn vriendinnetje, die woont op kamers in Amsterdam. Want zij is momenteel bezig met haar stage van de vierde jaar van de opleiding. En ik kan daar vast wel af en toe blijven slapen. Dus dat scheelt als ik niet vast zit in de sneeuw of zo. Ik woon 100ste op kamers, zeg maar. Dat is nog eens iets. Het is een kleine stap voor mij. En een grote stap voor niemand. Dus het is in ieder geval chill dat ik op kamers woon. Ik woon niet op kamers. Waarom zei ik dat? Ik hoop in ieder geval dat ik dit jaar op kamers ga. Maar ik weet het dus nog niet. Zoals ik eerder al zei, er zijn heel veel problemen omheen. Met opnemen. Ik ben gewoon heel bang dat mijn YouTube helemaal fout gaat als ik op kamers ga. Of ik moet gewoon even wat andere YouTubers vinden die dus ook eventjes een kamer willen. En dan delen we gewoon samen een soort huis. En dan kan ik zoveel geluid maken als ik wil. En moet ik ook nog eens een probleem hebben dat ik goed internet nodig heb. Ik heb goed internet nodig sowieso als je zo'n klein hokjeskamer ding hebt. Een computer neemt superveel ruimte in als je een computer wil. Ik heb geen goede gaming laptop ofzo, dus ik zal sowieso een computer moeten gebruiken. En die dingen nemen gewoon pokkenveel ruimte in. Mam, wil eventjes niet doodgaan trouwens? Vind ik erg irritant van de... Doei, Dave! Ik hoef niet Pigeon Boy. Ik neem al gewoon dark food. Ik heb best wel veel HP. Hier is een Polaroid. Hartstikke leuk. We gaan verder. Isaac reageert niet. Al dus mijn computer. Misschien is het nu een mooi punt om te takken over 2015 te praten, maar dat deed ik al een beetje. Ik heb dus, eerst wat ik zei over 2015, ik heb dus geen idee of ik op kamers ga of niet. Dat is waar. Dan weet je dat alvast. Geen hele ingewikkelde, uitgebreide info, maar het is wel waar. En dat is ook belangrijk. Ik ben trouwens heel mooi tussen die spikes doorgelopen. Dat is ook gewoon waar. Voor de rest heb ik heel weinig idee over wat 2015 eigenlijk gaat brengen. Sowieso gewoon eigenlijk vooral grotendeels gaan doen wat ik in 2014 doe. En dat gewoon lekker blijven doen. En dan dus wat met stand-up gaan doen. Ik wil misschien ook een boek gaan schrijven. In de tussentijd, ja, ik heb al moeite met video's online krijgen. En die stand-up shows schieten ook niet super erg op. Dus om ook nog eens een boek erbij te gaan schrijven. Ik neem gewoon graag te veel hooi in mijn vork. Dat is van een gekke hobby die ik heb. Te veel hooi in mijn vork nemen. Oh, Bob's Rotten Hat.
Had ik nu maar de dice. Oh, die heb ik ook gewoon nog, joh. Ik heb gewoon de dice nog. Dus ik kan zo meteen wel even terugkomen en hem gaan rollen voor iets anders moois. Iets als vliegen of zo. Dat zou super tof zijn. Dan kunnen we hier namelijk de strop krijgen en dan kunnen we vliegen. Oké, dan. In ieder geval. Ja. Ik weet nog niet zo heel over 2015. Wat heel stom is voor de video. Wat doe je? Ja, ik ga praten over 2015. En ja, oké, wat over 2015? Ik weet nog niet. Als ik een boek ga schrijven, weet ik echt nog niet of het iets over mijn leven wordt. Want ik heb best wel leuk, alsof een blog, maar dan gewoon in een boek. Dat zou ik best wel leuk kunnen doen, denk ik, op een leuke manier. Of gewoon een beetje zoals meningen die ik heb over bepaalde dingen. Mensen vinden vaak mijn meningen wel interessant. Ik heb altijd wel interessante meningen. Lekker radicaal. Lekker uitgesproken. Lekker hard. Dan vinden mensen dat wel leuk. Misschien moet ik daar gewoon een boek over schrijven. Misschien moet ik juist heel wat anders gaan doen. Een roman schrijven over een gekke avonturenwereld. Ik kan best wel goed scenario's verzinnen, weet je. Iets als The Hunger Games is leuk, omdat het scenario zo interessant is. Allemaal jongeren die elkaar moeten bevechten tot de dood, tot er eentje overblijft. Dat is een interessant scenario. Ik had al dingen bedacht, zoals een wereld waar vieze tampons het betaalmiddel is. Ik zou het persoonlijk lezen. Het is een heel raar boek. Het is een heel raar scenario, dus dan verwacht je ook een raar boek. Maar ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon heel leuk om een keer een boek te schrijven. En het leuke aan YouTuber zijn is, wat voor troep je ook produceert, er komt altijd wel iets uit. Kijk, maar als jij als kijker nu een boek zou schrijven, dan weet je eigenlijk al je schrijven voor je lul. Want misschien ga je ouders wat kopen en misschien wat vrienden. Als je het uitgeeft via een online uitgever. Zou gewoon uitgeven zeggen, geef ons een tekstbestandje met de tekst erin. Geef een plaatje voor de boer, voor de kaf. En dan kun je er gewoon 20 bestellen en dan aan je vrienden verkopen, zeg maar. Een beetje eigen uitgever die spelen. Waarschijnlijk doe ik dan zoiets. Dus dan koop ik er zelf gewoon 100 in en dan verkoop ik ze weer via de kijkers door of zo, via de post. Weet ik veel. Ik heb er ook net daar niet over nagedacht, hoor. Maar als het fijn aan zijn YouTube doet, dan weet je al of het nou kut is of niet. Er zijn sowieso mensen die het gaan kopen. Als ik een comedy show ga doen, weet ik al, er gaan sowieso kijkers heen komen. Dus dat is wel fijn. Ik stop er tijd in, maar je weet dat je krijgt sowieso iets terug voor die tijd. En als niet YouTube persoon met heel veel volgers, dan weet je, dan is dat zekerheidje er niet. En voor mij is dat gewoon super chill. Het feit dat ik weet dat ik stop er nu tijd in, maar ik ga er sowieso iets voor terugkrijgen. Niet dat ik het doe omdat ik iets voor terug wil krijgen. Ik vind het ook super leuk om mijn tijd in te stoppen en zo, maar toch. Het is tof om te weten van, ik ga een boek schrijven en mensen gaan het ook daadwerkelijk lezen. Vind ik dan, hè? Kan ik helemaal naast zitten, maar dat vind ik persoonlijk best wel iets tofs. Maar ja, dat is dus 2015. Te veel hooi mijn vork nemen, maar het belangrijkste is gewoon mijn studie gewoon normaal doen. Als mijn studie goed gaat in 2015, dan ben ik eigenlijk wel tevreden. Ja, dat is gewoon belangrijk, hè? Studie is belangrijk, man. Het is leuk, studeren, bam. Eens even kijken. Bam, een muntje. Bam, nog een muntje. Leuk. En gewoon nog een muntje erin. What? Hoeveel muntjes? Gewoon genoeg? Waarom doe ik dit eigenlijk? Dat is helemaal niet handig. Of er liggen wel heel veel hartjes hier door de hele room heen. Dat is nog wel handig. Oké, dan. Nou, ik heel 2014 niet op vakantie geweest. Dat is ook nieuw. Nou, vorig jaar ging ik ook al fijn niet mee. Daar gingen mijn moeder en mijn stiefvader en de stiefzusjes en zo. Was, Rick, ga je mee? Nee, oké, doei. En dan bleef ik gewoon 2 weken alleen thuis. Dat was super chill. Dat was echt super chill. Kan ik je vertellen. Nee, echt waar, dat is echt een aanrader. Ik ben gewoon heel erg een gast die... In principe is een dag lang achter mijn computer video's maken... is voor mij gewoon een goede dag. Dus ik hoef helemaal niet naar een warm land... zoals een Spanje of een Frankrijk. Ik heb dat gevoel echt totaal niet. Van, ik moet nu naar Frankrijk en dan wordt alles beter. Nee, ik heb gewoon zoiets van... als ik gewoon lekker dag thuis zit, dan ben ik gewoon weer blij. Mijn blij back. En dan komt alles gewoon goed. En ja, ik weet niet. Ik heb niet zo'n behoefte aan zon, zee, strand... En dan heb ik pas een lekker vakantietje gehad. Ik heb dat niet. Ik heb zoiets van, wat heb ik in Frankrijk in mijn villa, wat ik hier niet heb? Internet? Precies. Voor de rest is het daar pokken warm en ik heb een zwembad. Oké. Nee, ik vind dat, ik denk niet zo. Van, dat heb ik nodig en dan voel ik me beter. Ik voel me helemaal niet fijn in een villa in Frankrijk. Dan wil ik gewoon weer snel naar huis meestal. Aan de ene kant is het wel chill, maar aan de andere kant heb ik toch zoiets van, ja, ik ben liever ook gewoon thuis bij al mijn dingetjes. Ik vind het gewoon echt fijn. Thuis, mijn kamertje, mijn eigen plekje. Nee, dat klinkt misschien heel raar en heel, heel nerdy, autistisch. Niet dat mensen met autistisch zijn. Ik ben het ook half, want ik hou heel erg van mijn kamertje. En ik vind het toch minder fijn als ik dan ineens in Frankrijk ben in een villa. En ja, dus dan blijf ik lekker thuis. Oh, er zit een wormpje achter me aan. Ik had je helemaal niet gezien, vieze worm. Zo. Kijk, wat hier is, sowieso niet de baas. Dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Vriend! Ik dacht, ik pak ze allemaal in één schot. Dat ik helemaal geen enkele gast gepakt. Typisch. Kom dan, boef. En hij is dood. We zitten trouwens in de XXXL baarmoeder. Oftewel, zometeen zijn we aan het einde van de baarmoeder.
het uiteinde van de baarmoeder. Dat klinkt heel raar, maar dan moeten twee baas achter elkaar bevechten. Dat is geinig. Dat is baas. Superleuk. Oké, dan. Plof! Oh shit, ik dacht ik maak ze allemaal even in één keer dood. Viel tegen, maar het werkt wel goed. Ze werken redelijk mee. Heel veel hartjes. Ik hoop trouwens niet dat ik iemand beledigd heb. Zoals mijn vriendin. Vast niet. Ik zei, ik bedoel alles goed. Ik kom gewoon slecht eruit. Ze zijn leuk, oké. Ik ben heel blij met mijn vriendinnetje. Ze zijn leuk. Ze is echt wel leuk. Ze komt zo meteen met de bus hierheen. Niet dat jullie daar veel van merken. Het is gewoon waar. Ik ga er zelf een busstation halen. En dan gaan we chillings planten voor oud en nieuw en zo. Ja, hè. Dat is toch wel geinig. Dat is toch wel leuk om te doen. Ik heb nog nooit oud en nieuw gevierd met een vriendinnetje, bedenk ik me eigenlijk. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Moet ik het een huwelijk vragen? Nee, slecht idee. Oh, echt? Ik leek me wel een goed idee. We kennen elkaar net anderhalve maand, maar een huwelijk leek me wel toepasselijk. Oh my god, zoveel wormen! Zoveel wormen! Mijn laser moet zo lang laden! Oh my god! Ik zie ook heel slecht wanneer mijn laser geladen is, omdat ik zo zwart ben. Oh my god, ik ben zwart! Ik geef toe, Geert Wilders, stuur me het land niet uit! Geinig. Bam, triple laser. Oké, we gaan even deze baas verslaan. Waarschijnlijk hebben we niet erg veel nodig. Oh my god, het is deze man! Waarschijnlijk moet ik hem 5 keer raken of zo met mijn coole laser. Dus dat is best wel te doen. Kom dan, boef! Wat? Oké, nu gaat hij zich verdubbelen. Het is de verdubbelingstruc. Zo, ik heb hem nu 3 keer geraakt met mijn laser. Gaat best goed. Ik weet niet of ik ook nog super coole bommetjes heb. Vaak heb je wel van die coole geüpgrade bommetjes die goed damage doen en zo. Oké, en daar is hij weer. En bam! Nog 1 keertje. Bam! Oké, ik dacht misschien gaat hij daar dood van, maar dat viel tegen. Lekkere lichtjes, disco! En bof! Hij is dood. We krijgen een wit paard van hem. In principe hebben we die dobbelsteen niet heel erg meer nodig. Dan hebben we het witte paard wel accepteren. Dan kunnen we vliegen en shit. Best wel nice. Okay, we gaan even naar de volgende room toe. Isaac versus It Lives. En dan kun je heel goed dit doen. Weer vuurwerk! Houd toch op, jongens! Zo. Irritante moedertje ook. Het is een moedertje meer. Het is nu een baby-abortus. Doe die abortus, Rick! Voer die abortus uit. Succesvol. Yeah. Succesvolle abortus. Go, go. We waren echt beter af door gewoon Ipperkerk te houden, trouwens. De groene kots. Woo! Die is dood. Gaat hij weer omhoog en dan komt hij weer terug. En dan woo! Ik zie dus echt totaal niet wanneer mijn wangetjes opgeladen zijn. Dat is super onhandig. Ik ga nu gewoon op gevoel wat, zeg maar. Ik denk, ja, nu zullen ze vast opgeladen zijn, joh. Ik zie het echt niet meer aan mijn looks af. Ik weet niet of jullie het wel nog zien. Ik doe echt maar wat op gevoel. Oké, dan. Het gaat wel goed voor de rest met de boss fight, dus dat is fijn. Zo, oké, dan. Ga ik nog dit doen. Wee! Pony Rush. Yay, we hebben gewonnen. En we gaan natuurlijk naar de hemel. Want alle goede mensen gaan naar de hemel. Behalve ik. Niet. Wel, soms af en toe. Soms ga ik naar de hemel. Het is daar echt hemels. Ik geef deze man al mijn geld. Ik geef deze man al mijn geld. Ik geef deze man, ja, ik geef deze man, ja, ik geef deze man al mijn geld. Geld. Oké, dan. Hier is nog een hartje. Als je daarvan houdt. Ik ben een echte hartendief. We kunnen even nog op de volledige kaart kijken. Oh, dat kan niet met tap. Hoe kijk je dan op de volledige kaart? Je kan niet op de volledige kaart kijken. Dat kan alleen in Rebirth. Rebirth is zoveel beter. Oh, we kunnen trouwens wel die kisten openmaken zonder eerst die sleuteltjes te gebruiken. Ik vond namelijk 2 sleuteltjes gebruiken wel heel veel moeite. We hebben wel Tammy's hat. Dat is super cool. Vooral in Rebirth. Dan had je nu allemaal lasers om je heen. Maar nee, dat zal weer niet, hè. Poepjes. Nu merk je meteen weer hoeveel beter Rebirth is. Sommige items kunnen in Rebirth zo lekker combineren. En dat kan in deze game gewoon niet. Ik ga even gauw dit hartje pakken. Zo. Gaan we weer weg. Hop, mijn coole paardje. La 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 la. Ik denk dat ik nog meer kan vertellen over 2015. Ik ga waarschijnlijk werken als bijlesdocent. Ik heb al een sollicitatie gedaan en shit. En ik ben in principe aangenomen. Alleen onder bepaalde voorwaarden. Want ze vonden me toch te overweldigend eigenlijk. Stel, jij bent bijna scheikunde, want je staat er de ballen van. Dan kom ik en dan ga ik zo bam, 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 bam. Heb je eerst een overflow aan informatie waar je niks aan hebt. En ten tweede snap je dat nog steeds niet. Alleen je denkt, die jongen legt het allemaal uit alsof het zo logisch is. En ik snap het nog steeds niet. Ik doe wel gewoon alsof ik het snap. En dat is natuurlijk niet het doel van bijlessen. Als je gaat doen alsof je het snapt. Want je moet het eigenlijk zelf wel kunnen. Dus ja, daarom. Ik ben wel, zeg maar, ingeschreven daar. Alleen, ze gaan eerst een beetje kijken van welke mensen bij mij passen. Je hebt wel mensen nodig die goed, die gewoon eerlijk kunnen zeggen van, hé, hey, bitch, ik snap het nog steeds niet. En dat zijn dan vooral jongens. Het valt, zeg maar, op als je bijles krijgt van iemand van een andere geslacht. Vooral bij meisjes gewoon, die zijn gewoon veel minder geneigd om te durven zeggen van, nee, ik snap het nog steeds niet. Dus ja,
Dat is wel leuk in ieder geval. Vooral vanwege dat dus, ik wil graag iets met leraar zijn doen. Scheikunde. Dat leek me dan heel tof om alvast een beetje op met... door middel van die bijlessen eigenlijk al een beetje te kunnen oefenen met hoe kun je die informatie nou best presenteren. Hoe kun je bepaalde dingen het best uitleggen met een versimpeld voorbeeld bijvoorbeeld. Ik heb nu al een beetje geleerd van ja, die man, bij wie dus ging testen of ik het een beetje goed kon, was een voorbeeldles moest ik daar geven. Die gaf een goede kritiek van ja, dit en dit en dat. Moet je, bijvoorbeeld als je zegt, wat is een mol? Een mol is een getal in de scheikunde, dat staat voor een aantal deeltjes. En hoe ga je dat makkelijk uitleggen aan iemand die het echt niet snapt? Dan zeg je nou, het is eigenlijk hetzelfde als een dozijn. Een dozijn is gewoon een ander woord om te zeggen 12. Een mol is gewoon een andere manier om te zeggen 6,23 maal 10 tot de 23ste. Dat is fucking veel. Dat is gewoon een heel groot getal. Het is gewoon een afkorting voor een groot getal. Omdat ze gaan zitten om iedere keer dat grote getal op te schrijven. En ze zeggen dat is een mol. Dus ja, dat soort dingen. Zo, ben wel benieuwd hoe dat gaat. Waarschijnlijk ga ik het niet veel doen. Waarschijnlijk neem ik gewoon 1 of 2 leerlingen onder mijn hoede. Dat ik dus 1 of 2 keer per week later langer in Amsterdam blijf om daar bijles scheikunde te geven. En ja, ik wil ook niet veel te veel. Het verdient best goed, bijles geven, maar ik heb er gewoon echt de tijd niet voor. Ik heb momenteel ook natuurlijk nog dus mijn YouTube en mijn school. Het is meer, ik heb me wel eens nog ingeschreven, ondanks dat ik geen bakken met tijd heb. Wel omdat ik graag ermee wil beginnen. Het staat tof op mijn cv en ik vind het tof om daar, ik kan daar zelf ook heel veel van leren. Naast dat ik andere mensen wat kan leren over scheikunde, kan ik zelf ook heel veel leren over hoe kan ik dat als leraar het beste presenteren. En het is nog zeker niet zeker, dat klinkt cool, het is nog zeker niet zeker of ik leraar wil worden. Ik wil ook best wel graag analytisch chemicus worden. Een woord dat jullie al, misschien in deze video zelfs al eerder voorbij horen komen. Analytisch chemicus is gewoon iemand dat op het lab zeggen, nou, Oral-B heeft een nieuwe tandpasta, ga eens even kijken wat er allemaal in zit. Of bijvoorbeeld een snoepje, ga kijken of er gifstoffen in zitten, ga kijken welke E-nummers erin zitten. Ik weet niet, ja, dat soort dingen dus. Dan moet je, of ga kijken of je paardenvlees in zit. Dan ben je analytisch chemicus. Analytisch als in onderzoeken je snapt het idee. Dat lijkt me ook heel tof, gewoon lab, ben je gewoon een labsukkel eigenlijk. Dat lijkt me best wel tof om gewoon op een lab te werken iedere dag. Geen Breaking Bad praktijken, gewoon lekker wel op een lab werken, onderzoek doen. Ja, lijkt me leuk. Beetje proefjes doen de hele dag, yay! En ja, tof is ook echt, je kan ook heel snel aan de slag als ik helemaal mijn studie af heb. Juist omdat de scheikunde zo klein is, we hebben 80 en er zijn er nu al een stuk of 30 afgevallen. Er zijn heel weinig scheikundigen, er zijn er wel veel nodig bij bijvoorbeeld Shell, weet je wel, van de benzine. Die zijn continu bezig met kijken van wat kunnen we onze benzine niet beter maken, efficiënter maken. Nieuwe diesel, biodiesel, dat soort shit. Daar hebben ze heel veel onderzoekers van nodig, maar die zijn er gewoon niet, die worden momenteel allemaal uit China gehaald en shit. En ze hebben toch liever gewoon Nederlanders, die gewoon lekker de Nederlandse taal beheersen. En die stoppen ook heel veel geld erin. Een deel van onze studie wordt zeg maar gewoon gesponsord door Shell. En dat soort bedrijven. AkzoNobel bijvoorbeeld, die zijn wel verf. Dus ja, het toffe is, meestal krijg je daar ook een stage. Als ik eenmaal aan mijn stage begin, dan komt Shell naar je toe. Hey Rick, wil je stage bij ons? Ja, is cool. En meestal als die stage af is, zeggen ze meteen, nu ben ik klaar met je studie. Wil je misschien een baan? Ja, is goed. En dan krijg je een baan. Dat is toch fijn in zo'n economische crisis, zoals dat heet, dat je gewoon lekker met een baantje aangeboden kan krijgen. Dit is best wel een kut boss fight, zie ik nu al, want deze gast neemt niet heel veel damage van mijn lasers. Voor de rest werkt het wel heel goed, gewoon een beetje stil blijven staan. En charge die laser maar. Oh nee, 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 de zak van Sinterklaas, 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 de zak van Sinterklaas. Oh jongens, jongens, het is een baas, daar komt hij, la 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 la, la 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 la, de zak van Sinterklaas, 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 de zak van Sinterklaas. Oh jongens, 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 het is een baas, la 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 la, poertsoep, la 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 la, zijn haar zit in een koep. La la la, zak van Sinterklaas, la 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 la, Sintzak, 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 bam boom, bam boom, bam boom, boom, boom. We hebben deze kaart gebruikt voor extra hartjes. Extra hartjes, de extra hartjes. Hij is bijna dood, extra hartjes. Ga dood, Kreng, extra hartjes. Bam, hij is dood. Het is wel tof dat we voor de nieuwjaars special namelijk ook even het level kunnen halen, weet je. Maar dat ligt, oh my god, die gast leeft nog. Ik dacht dat je dood was, Brit. Geen idee hoe zo'n Brit heet. Oké, okay, in de kist. Het wordt best moeilijk, want de kist is best moeilijk. We hebben niet zo heel veel. Het wordt best moeilijk, want de kist is best moeilijk. Allemaal spatiebak items, waarom? We hebben wel giftige bommetjes, dat is wel chill. Bob's Curse en Rosary, waardoor ik best wel wat blauwe hartjes krijg. Yay. Dit is een saaie kamer. Het is ook een saaie kamer. Hier zijn wat irritante mannen op paarden. Al die willen te Capri varen, moeten mannen op paarden zijn. Jan Piet Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Piet Joris en Corneel, die hebben paarden, zij varen mee.
Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met paarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben explosies, die hebben explosies. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben explosies, zij varen mee. Ik moet dus en op dat kutvliegende paard letten. En op deze irritante man die allemaal vliegjes aan het ophoesten is. Dat doet er niet. Nou, het gaat best goed. Ik leef nog in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Maar ja, 2015. Zoveel weken eigenlijk nog niet. Vorig jaar kon ik veel meer vertellen over 2014 dan ik nu over 2015 kon doen. Want ja, 2014 wist ik al, dat ging heel veel shit veranderen. En nu weet ik eigenlijk nog niet of shit gaat veranderen. Nu is het van 2015, shit gaat misschien veranderen. Ik ga misschien op kamers, ik ga misschien dit, ik ga misschien dat. Ik ga waarschijnlijk wel mijn rijbewijs halen sowieso, proberen. Ik ga in ieder geval blessen in 2015. Oorspronkelijk was het al dat ik in 2014 mijn rijbewijs wilde halen. Gewoon in de zomervakantie als mijn voornemen ben ik klaar met mijn examens. Ben ik daar vanaf. En dan kan ik mooi lekker in de zomervakantie mijn rijbewijs aan me toe gebeuren. Dat gebeuren van mijn vader, het overlijden van mijn vader. En toen zoiets van ja, fuck die shit. En heb ik echt, als ik ergens geen zin in heb, is het ook maar iets doen. Ik wil het liefst gewoon de hele dag in mijn bed liggen. En dan heb ik ook het grootste deel van de vakantie gedaan. Ik heb heel weinig ondernomen in mijn vakantie eigenlijk van 2014. Stom is dat, ja. Heb je achteraf ook weer spijt van. Maar ja. Toen heb ik ook echt het YouTube-leven geleefd, zeg maar, voor mijn gevoel. Ik heb, zeg maar, dat heb ik ooit aan jullie wel eens verteld. Ik heb, zeg maar, toen ja, iedere dag gewoon een beetje op bed gelegen. Ik kwam eruit, maakte wat YouTube-video's, ging mijn nest weer in. Zeg maar, wat ik zou doen als ik fulltime YouTube zou doen, dan doe ik dat. Ik heb trouwens helemaal, ik had een keer in de vorige verdieping ook nog zo'n blauw wit hartje. Dat heb ik nooit opgepakt. Bedenk me nu opeens. Dat is het YouTube-leventje. Centjes verdienen met YouTube, een beetje slapen, een beetje YouTube-video's maken. En ik vond er geen bal aan. Dat is ook een moment dat ik dacht, ook al zou ik 10 keer zoveel views hebben als ik nu heb, waardoor ik gewoon YouTube als baan zou kunnen hebben en van het YouTube centjes zou kunnen leven in een mooi huis. Ik zou het gewoon niet doen, want het is rete saai. Ik ga lekker gewoon kantoor werken of zo. I don't give a fuck. Het gaf gewoon zo weinig voldoening. Ik voelde me zo leeg. Half, oh my god, alle kinderen moeten opgegeten worden. Nee, dat was dus mijn jaartje YouTube en ik vond er geen bal aan. Mijn YouTube lepeltje. De hele dag YouTube video's maken, een beetje in bed liggen. Ik vind YouTube video's maken super leuk. Alleen gewoon uit mijn dag haalde ik geen voldoening. Aan het einde van de dag heb ik wel zoiets van ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Een beetje YouTube video's gemaakt, ik voelde me heel leeg. Dus ja, behalve het uurtje op de dag dat ik YouTube video's aan het maken was. Dat voelde ik me heel goed, maar de rest van de dag voelde ik een beetje zoiets van nee. En als je de hele dag de tijd hebt om YouTube video's te maken, dan ga je het ook uitstellen. Dus dan van ja, ik moet vandaag 2 video's af hebben. Ik wacht wel gewoon tot 8 uur 's avonds, ga ik dan wel gewoon aan de bak. Ga ik nu gewoon nog even een uurtje langer slapen. En dat is dan waardoor je helemaal niks bereikt. Ik bereik serieus vaak met YouTube, kan opnemen, bereik ik meer op een schooldag dan in het weekend. Dat is gewoon echt waar. In het weekend stel ik alleen maar uit. Oh, dan maak ik de video vanavond wel. Oh, dan maak ik hem morgen wel. Terwijl op een schooldag kom ik thuis. Eerst wat ik doe, knal de computer aan, sta meteen een game op en ga meteen opnemen. Dat is heel raar. Dat is mijn motivatie. Ik ben gewoon, niet dat ik het niet leuk vind, het opnemen. Alleen soms ben ik ook gewoon niet in de stemming. Dus ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik moet niet te veel, ik weet niet, zeg Rick. Dat is stom. We moeten even trouwens proberen wat helft te krijgen. Anders gaan we die baas sowieso niet verslaan. En ja, weet je wat we zeg maar wel willen? De baas verslaan. Dus het zou goed zijn als we even ons best doen. Het liefst hebben we gewoon even een health-up nodig of zo. Hoppakee, dat is een mooie explosie. Waarschijnlijk komen de baas niet eens binnen. De baas is eigenlijk hetzelfde als net, alleen wordt hij dan wat moeilijker. Ja, we hebben 1 hartje erbij. We zijn een half hartje verloren in die kamer volgens mij. Leuk. Leuk. Leer in een deuk. Leuk, leuk, leer in een... Oh my god, waarom doe je dat? Bertha! Fuck! Oh poep! Ah, help! Nee! Oeh, het scheelde niet veel. Wat heb je zijn geheime kamer zoeken? Harry Potter en de... Geheime kamer. Er zit ergens een geheime kamer, jongens en meisjes. En weet je wat die geheime kamer bevat? Misschien even hartjes. Waarschijnlijk niet. Maar de kans is aanwezig dat die geheime kamer wel hartjes bevat. Ben ik wel in deze geheime kamer geweest? Waarschijnlijk wel, maar we gaan toch even checken. Even checken, misschien is het een gokautomaat in ofzo. Nope, die is leeg. Oké, we gaan gewoon een beetje verder verkennen. Ik heb trouwens ook nog een HP-up. Krijg ik dan niet, zeg maar, mijn volledige HP? Dat zou super chill zijn. Ik gewoon de levels die... Of ik krijg echt 5 HP, of ik krijg, zeg maar, het aantal levens dat ik nu heb. En dan ben ik helemaal vol. Dat is 1 van de 2. Dus ik kan het proberen, ik kan gewoon doodgaan en kijken wat de HP-up voor ons doet. Deze room gaan we sowieso niet redden, namelijk waarschijnlijk niet redden. Haha, jullie werden gebombardeerd. Idioten. Arrgh! Ik moet poepen! Dat is niet waar, ik moet niet echt poepen. Dat is een grapje. Dat is niet eens grappig. Sommige mensen vinden dat grappig als je op YouTube zegt ik moet poepen. Ja, die kinderen zijn
3 en 12. Ergens tussen de 3 en de 12. Het is een leuke leeftijd. Oh my god, I'm dead. Yay, full health. Oké, dan kunnen we nu flink naar de eindbaas toe. De vraag is, dat paard heb ik toch niet nodig. Dus ik kan beter iets anders leuks meenemen. De Dead Sea Scrolls geven een willekeurig spatiebalk item. En het lijkt mij leuk als het slecht gaat bij de boss. En ik heb nog een heel klein beetje health. Dan gebruik ik de Dead Sea Scroll. Activeert een willekeurig spatiebalk item. En dan laten we dat op dat lot bepalen. Dat vind ik leuk. Ja, we gaan naar binnen. De dode baby is onze baby. De baby voor jou en mij. Ik drop bij hem een bommetje neer. Daarvan wordt hij niet zo blij. Die giftige bommetjes gaan ons wel heel erg helpen in het verslaan van de dode baby. Hij heet zo, de dode baby. Nou, eigenlijk heet hij vraagteken. Maar wij noemen hem Daniel en ik. Ervaren Isaac nerds. Oh, kijk, hij heeft zelfs een groen licht. Disco! Disco, 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 disco. Disco YOLO, yeah, yeah, disco. Oké, mijn helft gaat redelijk snel naar beneden. Net als mijn broek, als hij moet poepen. Ah, hij zei poepen, hij zei het. Dames en heren, hij zei het. Bam, voor mij zijn mijn bommen ook nog eens heel groot, maar dat weet ik niet eens zeker. Net als mijn penis, ik denk dat die groot is, maar ik weet het niet zeker. Ah, er fucking veel engeltjes. Ah, ga weg. Laat me met rust. Ik drop gewoon heel veel bommen bij die gast, gaat hij zelf dood. Mijn strategie. Oké, we gebruiken de Dead Sea Scrolls. Oh, overal pillen. Nee! De pillen hebben me geblokt. Ah! Waarom? Ik stond stil door de pillen en daardoor ging ik dood. Het was zo van, hey, ik heb nog best wel veel leven. Ik ga het halen. Ik gebruik voor de grap de Dead Sea Scroll en daardoor heb ik verloren. Oh my god. Nou, dit was de recap van 2014. En een leuke inblik naar 2015. Hopelijk brengt het heel veel leuks en goeds en soepels. En leuks. En leuks. En leuk. Ook soepel. Dus, dankjewel voor het kijken. Doei! Oh ja. Ik ben altijd 5 seconden stil. Dan klik ik de video weg. Voordat je denkt, waarom is die jongen zo stil en zo. Fijn 2015. Hopelijk is jouw 2015 ook beter dan je 2014. Misschien was je 2014 nog super top. Dan hopen we dat je 2015 ook super top is. Voor de rest, de beste wensen van mij en mijn moeder. Dankjewel. Niet te veel oliebollen eten, word je fucking dik van. Ik weet dat ze zijn lekker, maar word je vet dik van, man. En er is niks mis met vet dik zijn, maar je kan beter vet dun zijn. Dat ook niet. Je kan beter vet dik zijn dan vet dun zijn, want van vet dik zijn ga je minder hard dood dan van vet dun zijn. Dus een tip van de dag. Stop die oliebottel maar wel in je bek. Dankjewel voor het kijken. Doei!